Dit ga je leren. Je leert dat je de volgorde van groepjes woorden in een zin kunt veranderen. Dit moet je weten. In een zin horen groepjes woorden bij elkaar. Die groepjes heten zinsdelen. De volgorde van zinsdelen kun je veranderen. Mama geeft aan Sil een dik boek. Deze zin heeft 4 zinsdelen. 1. Mama. 2. Geeft. 3. Aan Sil. 4. Een dik boek. Zinsdelen zijn woorden die samen een taak hebben in de zin. Het woord mama vertelt wie iets doet in de zin. Het is het wie-deel. Mama is een zinsdeel. Het werkwoord geeft vertelt wat er wordt gedaan in de zin. Geeft is een zinsdeel. Je kunt de volgorde van de zin veranderen. Het woord of de groepjes woorden in 1 zinsdeel blijven steeds bij elkaar. Mama geeft een dik boek aan Sil. Aan Sil staat nu. Groepjes. Dit ga je leren. Je leert dat je de volgorde van groepjes woorden in een zin kunt veranderen. Dit moet je weten. In een zin horen groepjes woorden bij elkaar. Die groepjes heten zinsdelen. De volgorde van zinsdelen kun je veranderen. Mama geeft aan Sil een dik boek. Deze zin heeft 4 zinsdelen. 1. Mama. 2. Geeft. 3. Aan Sil. 4. Een dik boek. Zinsdelen zijn woorden die samen een taak hebben in de zin. Het woord mama vertelt wie iets doet in de zin. Het is het wie-deel. Mama is een zinsdeel. Het werkwoord geeft vertelt wat er wordt gedaan in de zin. Geeft is een zinsdeel. Je kunt de volgorde van de zin veranderen. Het woord of de groepjes woorden in 1 zinsdeel blijven steeds bij elkaar. Mama geeft een dik boek aan Sil. Aan Sil staat nu achteraan in de zin. De zin klopt nog steeds. Aan Sil geeft mama een dik boek. Nu staat aan Sil vooraan in de zin. Het wie-deel mama staat achter het werkwoord. Geeft mama een dik boek aan Sil? In deze vraagzin staat het werkwoord geeft vooraan in de zin. Het wie-deel mama staat achter het werkwoord en aan Sil staat achteraan. De zin klopt nog steeds. Elk woord of groepje woorden dat vooraan in de zin kan staan, is een zinsdeel. Jullie hebben net gekeken naar het instructiefilmpje over hoe je een zin kan veranderen door ze te verdelen in zinsdelen en ze lekker door elkaar te schudden. Nou, ik ga jullie uitleggen welke opdrachten jullie nu mogen maken. De eerste opdracht die jullie gaan maken is, zet de zinsdelen in een andere volgorde. Maak een gewone zin en een vraagzin. Schrijf de zinsdelen in het vakje. Doe het zo. Sil bekijkt de film bij Joep. Je kan er dan een andere zin van maken, namelijk, bij Joep bekijkt Sil de film. Of, bekijkt Sil de film bij Joep? Als we gaan kijken bij de volgende zin, zien we staan, Sil gooit zijn boek op het bed. Ze hebben het eerste al voor je voorgedaan, namelijk, zijn boek. Zijn boek gooit Sil op bed. Dan heb ik weer een goede zin gemaakt. Nou moet ik ook nog een vraagzin gaan maken, want dat zie ik omdat er een vraagzin aan het einde staat. Ze hebben weer 1 stukje voor ons ingevuld, namelijk zijn boek. Oké, denk eens met mij mee. Welke vraagzin kan ik dan maken? Ik zal je een tipje geven. Bij een vraagzin staat het werkwoord vaak vooraan. Kijk maar. Gooit Sil zijn boek op
het bed. Dan heb je een vraagzin gemaakt. Jullie gaan zo dadelijk al deze zinnen ook een beetje door de war gooien. Kijk goed of er een punt of een vraagzin aan het einde staat. Of net zoals je hier ziet misschien wel een uitroepteken. Bij een punt en bij een uitroepteken wordt het een vertelzin. Bij een vraagteken maak je er een vraagzin van. Kijk, het zijn best wel veel zinnen, dus je kan veel oefenen. En dan komen we bij de tweede opdracht, namelijk wat is in deze zin een zinsdeel? Zet er een rondje omheen. Dan hebben we eerst weer even een voorbeeldje. Rita krijgt een belangrijke bijrol. Je kan dan kiezen uit een belangrijke bijrol, belangrijke bijrol of bijrol. Je moet dan goed gaan kijken wat hoort er allemaal bij elkaar. In deze zin is een belangrijke bijrol een zinsdeel. Hoe wist je dat nou ook alweer? Nou, die drie woordjes die blijven altijd bij elkaar plakken in deze zin. Je kan namelijk niet zeggen Rita krijgt belangrijke een bijrol. Of een Rita krijgt belangrijke bijrol. Dat kan niet. Een belangrijke bijrol hoort altijd bij elkaar. Kijk bij mij maar eens mee naar deze. May is mijn beste vriendin op school. Welke stukjes horen altijd bij elkaar? May is mijn beste vriendin, vriendin op school. Je gaat dus weer kijken welke zinsdelen kan ik uit elkaar halen. Nou, May en is kan je wel uit elkaar halen. Je kunt namelijk ook zeggen, is May mijn beste vriendin op school? Mijn beste vriendin. Kan ik dat uit elkaar halen? Kan ik zeggen, mijn vriendin beste? Of beste mijn vriendin? Volgens mij niet. Die onthouden we even in ons hoofd. Dan de volgende, vriendin op school. Volgens mij kan ik die wel uit elkaar halen. Ik kan namelijk zeggen, op school is May mijn beste vriendin. Dan heb ik vriendin op school uit elkaar gehaald. Ik moet dus een cirkeltje gaan zetten of een rondje gaan zetten om mijn beste vriendin. Die kan ik namelijk nooit uit elkaar halen. Jullie gaan deze twee zelf nog maken. En als je klaar bent, dan kan je het weer nakijken. Je vindt het nakijkblad ook vandaag onderaan het dagoverzicht in Teams. Heel veel succes!